Dames en heren, wilt u alle naar Studio 3 komen? Ladies and gentlemen, will you please come over here to Studio 3 to share some experiences about Michel? Allemaal deze kant op, graag als u wilt. Yeah. But maybe you could just repeat what Christina says about us giving these stories more anecdotes and stuff. Like the time I got drunk and tipped him over or whatever. Here because of Michel, of course. This morning Christina said already something about it. Let's tell stories for Rosa about Michel. There's no structure to this. My name is Dick Rijk and I'm on the board of Stijn. There's no structure to this. It's sort of an open podium. The only thing I know is that Felix Visser, our chairman of the board, is going to give the first. What's I mean? That presentation is not the right word. He's going to say the kickoff. Kickoff. No, it's not a kickoff. Sorry. Shut up. He's the first person to say something about Michel, and from then on it's an open podium. So please, if you have, if you want to share experiences about Michel, for Rosa, for all of us, for anybody, please come over here and tell your story. Felix. Yeah. Dankjewel, Dick. Als er mensen zijn die zich niet helemaal thuis voelen in het Engels, laat ik dat dan weten, want ik heb het in, zowel in het Nederlands als in het Engels voorbereid. Dus, maar als het in het Engels kan, dan is het de helft zo kort, dus dat is altijd goed. Hoor. Goed. About 30 years ago, I learned about Michel, I'm talking to Michel now, about you by way of an intriguing picture. In one of the Dutch newspapers, the NRC. You were the focal point of a very small group of people. Everybody was wearing a morning suit, morning coat, and a top hat. You were the only one without the hat. On your head, there was this big fish sitting. Yes, a white one, of course. The name of the ensemble was the Slungels, the Schlemiels. In those days, you were not yet associated with Stijn, but your crackle body, the box, already existed. If my memory is correct, you were living on a Rhine barge, one of those 100 meter long monster boats, steering and controlling big and, in particular, limp, dragging bodies was one of your favorites. You liked risky things because they kept you on your toes. You were always seeking for contrasts. The more abrupt the change, the better. The more tempestuous, the better. The spicier, the more surprising, right? From the romantic baths in the Arcadian gardens of a Tuscan castello, where Satan's touch was in the sulfuric vapors rising from the bubbling hot water, to stunt flying above Lelystad airfield, and after a relatively innocent Immelmann end up in a pretty dangerous vril. From galloping along the beaches on the back of an untamed horse to delta winging and hovering above the bucolic rolling hills of the French Cantal with its perfidious thermals. Sometimes
meditating and fictitiously inert, and then suddenly acting like lightning. Chess player Kasparov in Niki Lauda's Formula One outfit, or vice versa, Christoph Penderecki disguised as Robert Schumann. Never have I seen an example of such an almost total and synergetic fusion of work and personal career during the many years that you were guiding Stein. To you, there was no difference. Only one thing counted: to lead Stein in the direction you deemed the only proper one, as a composer and a performer, as a diplomat and as a politician expelling forces, and as a fox playing a raven. Always seeking for dangerous contrasts and analyzing them. Confront or bend with the wind, polarize or harmonize. These characteristics are, most likely, the pivotal causes that made Stein become an adventurous, informal, and open institute, not shunning opportunities or means to get to its goals. An institute based on a rock-steady foundation and an unclouded mission, defined by you and your disciples, rendering independence and longevity to it. An institute that is not a follower, but one with a vision that opens new ways and shows new directions, and by definition, always before the trend. It's the magic formula for permanent rejuvenation. Almost 25 years ago, at the dawn of a new era, you spent many months experimenting in my demonstration studio on the, in those days, famous and today legendary Fairlight music computer, working on a piece by you called Beat Concrete, meant for the hands, your new controller. Several weeks ago, I sent you the antiquated 8-inch floppies containing the original sound material, which were still in my archives. For both of us, a touching encounter with the past. Today, tragically obsolete diskettes, dating from the beginning of the 21st century, according to Orwell's Anno Zero, because with the publicly available personal computer in 1984, the 20th century came to its ending. This is one thing we both agreed upon at that time. In 1986, you played the piece in Los Angeles, California, again ahead of the time spirit, the Zeitgeist. You didn't fear the devil and threw yourself before the lions with your bare hands, only with your bare electronic hands. It was at an audio engineering society convention. It was their first one about electronic music. The AES is a worldwide and well-respected and very serious organization, in those days filling monthly journals with articles on loudspeaker technology. Present were also the cream of the crop among composers, musicians, producers, and designers and manufacturers of electronic music instruments and synthesizers from all over the world. The last vibrating sounds were sizzling down in this tropical, heated audience, followed by a total alarming silence. Then, after what seemed to be an eternity, the spell was broken, and there was this never-ending thundering applause passing into a standing ovation. For Holland, this is not definitely a quality label, but rather an indicator of the urge to get to the cloakroom and get there first. But on a world stage, it means quite something. Last Wednesday, hardly a week ago, Stein was celebrating the closing of its series Open House Concerts. Strikingly and gladdening enough, historically and for years on end, frequented by people of a similar young age group, no graying effect here. As pointed out earlier, the result of Stein's magic formula for permanent rejuvenation. The final sounds of the concert were still hovering in the Utrechtse Dwarsstraat, in The Hague, mentioned in one breath with the Achtergracht, and in councillor's lingo, briefly referred to as niche. Exhausted, but peacefully dissatisfied, and knowing that the victory would be ours,
Militia est hominum vita, human life is struggle. And with your famous broad smile and an elegant bow, as Monique and Dirk told you, taught you, grateful for the applause of 1,000 pairs of hands, 1,000 heartwarming reactions, 1,000 encouragements, 1,000 thumbs up, and 1,000 thanks of a world audience being poured out over you and your staff, you left us. After the brief sunshine of your life, a night of eternal sleep claimed you. Forgiving the shrill whistle of the lonely one up there in the theater among the gods, nobody is perfect, and again showing your broad smile and a wink with both eyes. For everything you have been and always will be, thank you, Michelle. Thank you. Anyone else? Maybe first we could look at a very short movie where Michelle and I are performing. It's very old. It's coming from VHS, put into something else. And it was in Breda. It was called My Faust, where we performed, let's say, completely improvised the whole evening. These were complete fights, if you might remember, people better. Overschot.
It was my real question. I had partly text in Dutch and partly in English. Er wordt op mijn hotelkamer geklopt. Openen, politie, onmiddellijk. Ik heb het over Knokke 1979, humorfestival. Ik kijk een lange marmeren gang in met donkere restanten van lijm op de vloer. Over zo'n 25 meter. Wat is er aan de hand? Heeft u het tapijt hier losgehaald en naar beneden op de serre gegooid? Een cacofonie van stemmen. Meerdere deuren gaan open. Ik kijk in het verbouwereerde gezicht van Michel. De onschuld zelf. En hoor hem al die jaren zeggen... Even een tapijtje oprollen. Ontkennen was het enige dat hielp. We werden er meteen uitgezet. De scène was volkomen in elkaar gestort. Het was een rol van ongeveer zo. Die heeft hij samen met Kees Klaver door een raam geduwd. Altijd avontuur. Krakow. Concert. Was het Krakow of... Krakow. Ja, Krakow. Krakow. Of zijn Pools natuurlijk. We hebben enkele optredens in Polen met een kleine groep van artiesten en technici. Onderweg slapen we in een herberg midden in de nacht, bouwen Janot en Michel een ingewikkelde constructie van alle lege bedden, zodanig dat de slaapzaal in niets meer lijkt op wat er ooit geweest was. Die eigenaar was ook zo vervelend. 1983, we hebben een concert in Pisa en vliegen erheen met Martin, zijn vlieginstructeur. Ik word misselijk boven de Mont Blanc, waar Michel, die de piloot is, rondcirkelt. Omhoog stijgt na een korte stop in Zurich. We komen goed aan in Pisa, treden op en we komen weer veilig thuis. Enkele dagen later, of enkele weken later. Michel is in mijn huis in Amsterdam gaan wonen, samen met zijn vriendin Marta. In augustus vertrekken ze voor een korte vakantie naar Terschelling. Waar hij laat... Oh, sorry. Ja, maar hij laat voor de zekerheid... Het nummer achter van het hotel waar hij verblijft. 2 dagen later moet ik hem bellen omdat onze vrienden, Wies, Hendrik en Gerard, Martin, die enkele weken ervoor nog met ons meevloog naar Pisa, en Josien niet zijn thuisgekomen met het vliegtuigje waarmee ze 2 dagen eerder waren vertrokken naar Zurich. Monique zegt Michel, die in een telefooncel mij terugbelt, bereid je maar voor op het ergste wat er maar kan gebeuren. Ik weet dat dit altijd slecht nieuws betekent. En wij weten allemaal dat hij gelijk had. Limalee, 2001. Michel is weer mijn buurman geworden, nu in de Ardennen. Michel heeft het huis gekocht naast ons en we zijn opnieuw buren geworden. Sorry, dat staat hier dan. Maar ik heb mijn bril niet op, dus ik zit er ongeveer te graaien in de woorden. Michel doet aan paraponten, heet het zo? Ja. Paraponten vliegen met een parachute. Hij legt zorgvuldig enorm parachute uit op het weiland voor ons. Als alles goed ligt, kruipt hij weer onder het prikkeldraad door om zijn propellermotor eronder door te schuiven. Dat is een enorm ding, moet je voorstellen, zo rood. Op het moment dat hij het zware gedaante op zijn rug vastbindt, komt ook een kudde koeien op hem af. En kan hij nog net op tijd onder het prikkeldraad door met die enorme grote... propellermotor en zijn parachute trekt hij, waar de koeien al bijna op staan, onderdoor. U begrijpt, wij komen niet meer bij van elkaar. Een tragicomische film die later op de dag nog een happy end krijgt. We horen op een gegeven moment de propellermotor. Die wordt gestart en we rennen naar buiten. Het is echt een klein vliegtuigje wat je vlakbij hoort starten. We zien... Dit beeld moet u even vasthouden. We zien een rode mountainbike. Daarop Michel. Met die grote rode propeller erop. Op zijn rug gebonden. Met een snelheid van, ik schat, 80 kilometer per uur. Voorbij komen. Krankzinnig beeld. Levensgevaar. Want het is een smal berretje en er had geen andere auto aan moeten komen dan Michel. En hij verdwijnt, je hoort het op mond. En even later hoor je... Hij komt terug. En je hoort hem echt... Bij zijn deur remmen. Hoe die remde, weet ik niet. Maar verschrikkelijk geestig. Echt.
Maar goed. Ja, met alleen deze beelden, maar ook... Nee, niet alleen deze beelden, maar ook heugelijke en moeilijke tijden was Michiel er voor zijn vrienden. En altijd was er zijn belletje op momenten dat je het niet vermoedde of dat het zelfs niet uitkwam. En je wist ook als Michiel belde dat hij in de auto zat en alle tijd had. En dat dat wel betekende dat je wel een flinke autorit mee, soms door verschillende landen, met hem aan de telefoon moest blijven. Maar het was altijd bijzonder. Over kunst, over politiek, over strategieën, over vrouwen, tot en met zijn grote liefdes Christina en Rosa. Ja, oef, wat een goed idee zeg. Nou, dan ga ik Engels praten. I've seen them coming and I've seen them leaving. He made me confident with all the different types and characters. From the sweet little Apple Macintosh, from the Fairlight computer, into Psion and the latest Nokias. In his creative research within the latest brands, he even allowed a PC in his Apple household, which I thought, it's not okay. He was the first to know, to use it in a creative way, and the first to share the latest developments in electronics with you and me. He wanted everybody to play with electronics, not to fear them. I've seen them coming and I've seen them leaving, and I've seen them there come back, coming back. In the 70s, I assisted to the birth of many little crackle boxes, a raison de 5 guilders each. Michiel and I performed on the crackle floor, he designed my personal crackle organ, and meanwhile he surprised the audience with his amazing sounds coming from his own crackle box. As a friend, as a neighbor, and as one of his artistic brothers and sisters, I've seen them coming and I've seen them leaving. I've met all his big loves, from Anya, Marlies, Marta and Patrice to Christina, and I must forget some. I have seen them coming, I've seen them leaving, and finally staying. When he had met Christina, I know this is the second time this day, he found me, exaggerated. I found a new love, and I'm going to marry her. But Michiel, where and when? Yesterday at the Congress, in Rotterdam. Are you sure? I'm completely convinced this will be my new wife. Does she know? I don't know. But what I know is that she will be my future wife. So convinced, so happy, and so nervous about a woman I've never seen Michiel before. So that must be a real love. And I remember me also that one day, it was in between these days, if it should be real, if the dream would come true. He was making a fire in the Ardennes in a kind of circle of trees. And he was calling with Christina, I think, the whole night, something like that. And he told me already, I'm going to sit here all night. He said, it's cold. And So the next day, there's still smoke coming out of some wood. And Michiel was getting up. He said, I found her all day, all night. I think we're getting close to each other. He was so involved, and it was almost magic to see him sitting in this circle of trees where they later were also sitting. I think that's about it's the same story about the propeller motor, but in English. But I still have a few small sounds. One comes from a radio broadcast emission where I guess we are interviewed about each other, but just a few small lines. So maybe you can let us hear a sound then. Maybe I have to see it on the screen, and then I can... That all there is? Michiel, oh yeah. You see me over Mo. Yeah. Michiel, ik is nooit van een dagje gegaan.
Dat is vanaf het begin af aan altijd ging het over heel erg confronteren. En we vroegen ons eigenlijk ook nooit wat af. In die zin stapten we in alle zwarte gaten die er maar te bedenken waren. En het meest vreemde van alles was dat het op de een of andere manier altijd klopte. Het was ook zo dat inderdaad bijna niemand geloofde dat dit niet heel grondig was voorbereid. En we waren eigenlijk zelf het meest verbaasd dat dat eigenlijk nooit het geval was. Nou, maybe more over me. Ja. Het was vooral onze twee karakters en die botsten enorm op het toneel. Het was een af en toe echt een gevecht op leven en dood. Het is ook heel vaak vlak voor een optreden slaande ruzie geweest. Echt slaande ruzie. Of Michel liep weg of ik liep weg. En dan krijg je natuurlijk de lijnpogingen, soms door de organisatie, want die zit met een volle zaal en één stoppel met de jas aan buiten. Dat maakte het ook wel ongelooflijk intensief. Dat is heel beschaafd gezegd. Het was af en toe echt zo heftig. Ik nog één heel kleine herinnering aan. Wij moesten optreden op het Poetry Festival in Rotterdam. En we hadden, ik weet bij God niet waarom, maar we hadden echt een verschrikkelijke ruzie. En wij zeiden, ik pik het niet meer langer, ik ga weg. En het was vol. Het was op de eerste etage waar enorm veel mensen hadden. Heel fijn, klein podiumpje. Nou, iemand van de organisatie inderdaad. Ik weet niet, dat kon zo gebeuren. En ik denk, ja, godverdomme, missen we dat geld. Want daar moet je dan ook over nadenken. Je bent toch zakenvrouw. En toen, uiteindelijk zijn we toch naar boven gegaan. En Michel had toen een spiegel uit de kleedkamer genomen. En we beginnen. En hij, dat is dan, je weet niet waarmee gaan we beginnen. Want dat hadden we dus ook niet meer besproken. En hij draait zich om en hij gooit zo die spiegel. Gooit hij een verdieping lager op de marmeren vloer. En toen konden we los. Het was op een of andere manier, het is goed dat er niemand stond. Maar dat gebeurde aanhoudend, zo dit soort spanning. Maar dan geven we daarna een concert. De sterren van de hemel, echt, de mensen waren aan het grillen. En daarna was, weet ik nog goed, weet je ook weer, Wim de Bie en Kees de Kooten live in een zaal. Dat is helemaal niks. Dat was saai. En iedereen zo van, dat was spanning met jullie. Maar daarna, wat een gedoe. Het was ook omdat het echt was. Het gebeurde op dat moment. Die verhouding was er op dat moment. De haat was er, de liefde. Maar ook het gevoel om iets voor iemand anders te betekenen. Van, wij gaan dit aan jullie geven. Als je het niet neemt, dan donderen we het je helemaal over je heen. Maar het was echt, je begon en je had ze onder je. Nou, dan staat er nog een heel klein stukje van een dansstukje Icoon. Dat maakten we samen voor. Nee, daaronder. Yes. Dat hebben we voor Ton Simons gemaakt. We stonden in een soort van tentje midden op het podium, maar heel kort ook. Dat is dan wel fijn dat er dan ook. Michel op zijn kraakorgel. May I introduce you to a group of dancers who are going to dance for you tonight, a dance choreographed by Tom. So this was the introduction of musicians. Okay, I think that's it. The other thing is, but that's maybe for later, someone, forgot the name, maybe you can show it to me, because, oh yeah, that's Nilfeert. It's a tribute to Michel by, help me. Thank you.
spreekt met Turka. Het is van Anne Welmer met haar groep. Ik weet niet of Anne hier is. Ja, Anne, sorry. Ik kon er gewoon even niet op je naam komen. Kan je er misschien iets over zeggen? Want ik vind het, wat ik zo mooi vind is dat zo'n kraakdoos alweer helemaal wordt geïntegreerd gewoon in een mooi stuk. Dat vind ik zo prachtig. Het was compleet een toeval. Wij waren dit stuk aan het maken en we hoorden eigenlijk op de allereerste... We maakten het stuk en we hoorden op de eerste dag dat we het eigenlijk voor een aantal, voor vier mensen nog zo speelden. Net dat hij was overleden en daardoor werd het eigenlijk een lied voor Michel. Dus het is echt, het is door de omstandigheden is het helemaal voor hem geworden. Het is Hello, my name is Duncan. I'm Michelle's colleague and also his neighbor. So I came this time around 3 years ago, and of course, for my generation, Michelle is sort of a giant in this field, and I was very, you know, timid and very polite, and I think he enjoyed that to quite an extent. But at the end of last year, after he found out his illness, he locked himself up often in the studio, was either writing or making music. So sometime in December, he called me up or he talked to me saying, I want you to listen to this piece that I made. And I listened to it, and it was really, really great. And I know that Michelle had a lot of resistance towards releasing recordings. But for me, when I listened to it, I just had such a strong urge that he has to release this and get it out. So, of course, I forget all my politeness and all that, and I really say, you know, Michelle, you got to release this, you got to do this, and, you know, you should change this, you should put it on a vinyl, you should do it, all this stuff. And I think he sort of liked that, and he assigned me to be his producer for his record. And so that's one of the, another one of sort of my honorary moments with Michelle. So I'd like to play this track for you. It's about 13 minutes, and... yeah, take a listen. Thank you.
Meer dan 20 jaar geleden kwam ik naar Stijn toe als vrijwilliger. En mij werd een klusje gegeven om wat te programmeren op een Apple II computer. Het klusje wat ik moest doen bleek eigenlijk al vrij snel dat dat helemaal niet kon met de machine. Daar was hij toch te langzaam voor. Maar ik vond het zo ontzettend leuk bij Stijn, dat ik dacht van nou, dan ga ik gewoon langs doen, kabeltjes solderen. Een hoop van die kabeltjes hebben we ook nog steeds. In die tijd zat er ergens in een hoekje, lag een beetje een rare computer waar niemand wat mee deed. En ik dacht, als ik die nou eens mee naar huis neem en daar wat op ga knutselen. Dat ben ik toen gaan doen en ik vond, in die tijd was ik heel erg onder de indruk van de Apple computer, want de Macintosh vond het er heel mooi uitzien. Dus ik probeerde iets te maken wat er in ieder geval zo uitzag. Ik kwam naar Stijn toe en ik liet dat zien aan Michel. Die was daar zo onder de indruk. Hij zegt, joh, weet je, dat moet je gaan doen op een Mac. En voordat ik het wist, kreeg ik een Macintosh mee naar huis. Nou, dat moment kan ik me nog heel goed herinneren, want dat was voor mij van wauw, iets wat ik nooit in mijn leven had kunnen betalen. Kreeg ik zomaar mee naar huis. Als vrijwilliger. En eigenlijk was dat het begin van onze samenwerking. Ik moest een editor voor hem bouwen, voor de synthesizers die hij gebruikte. En langzamerhand kregen we steeds meer contact over hoe het eruit moest gaan zien enzovoort. In die tijd wilde hij eigenlijk, terwijl hij met zijn instrumenten handen op het podium stond, wilde hij eigenlijk ook iets hebben waarbij hij een soort begeleiding had. En hij was toen al bezig met het stuk Touch Monkeys. En er moest een stuk software komen die voor het geval er even wat stil viel, in ieder geval bij wijze van spreken, die software nog de machines aan de kaart hield. Ik heb dat toen geschreven. Inmiddels waren we allebei overgestapt naar een andere computer, een Atari, wat een erg hot was. En ik was ook bij die première van Touch Monkeys, waar Maurits het ook nog over had. In Santa Pompidou was dat, wat een heel interessant gebeuren was. Want tijdens zijn optreden viel zijn staart eraf. Dat wil zeggen, de stekker die zijn handen verbond met computers, die viel in de schakel. De stekker die niet los en die lag opeens op de grond. En Michel die kon knoppen drukken wat hij wilde, maar dat gebeurde natuurlijk niks. Cool en performance dier als Michel was, zakte hij rustig door zijn knieën, deed één hand af, stopte zijn staart erin. Gelukkig liet de software die ik had geschreven intussen nog wat dingen doorreutelen. En alsof er niets gebeurd was, speelde hij weer verder. En de mensen dachten later dat ook allemaal bij hoorde. Nou, dat is een beetje kenmerkend voor Michel. Zijn visie altijd geweest voor, als je op het podium staat, maakt niet uit wat er gebeurt, zorg dat je gewoon door kan spelen. Vandaar dat hij op een gegeven moment ook met multiple backup systemen op reis ging. Dat kwam natuurlijk wel een beetje uit zijn vliegerijtijd. Zo van, je moet zorgen dat je altijd backups hebt. Dus een heel team van mensen reisde mee. Tijdens die eerste kennismaking met die de stress tijdens de voorstelling had ik zoiets van, ik geloof niet dat ik daarbij wil horen. Ik richt me maar op programmeren. Dus ik ben toen een tijd gewoon achter de schermen bezig gebleven met het schrijven van de software. In begin van de jaren 90 de computers werden stabieler, alles werd beter eigenlijk. En compacter, we hoefden niet meer met grote systemen gereisd te worden. En Michel vroeg me of ik weer met hem wilde gaan reizen. En intussen waren we al bezig met een heel nieuw stuk software. Waar dat eigenlijk voornamelijk ontstaan is gedurende een lange strandwandeling. Zo werken wij heel vaak samen. Michel die kwam naar me toe met een ideetje. En dan in het begin spurtelde ik vaak wat tegen van mama, moeilijk. En dan ging er wat weer. En op een gegeven moment sloegde er mij een vonk over. En dan werd ik super enthousiast. En zo kwamen onze brainstorm sessies. Ik heb met name van begin jaren 90 tot vrij recent heel veel reizen met hem gemaakt. Ik zat laatst te denken van, ik denk dat het toch al een paar honderdduizend kilometer is geweest. Dat wij samen in de auto met name op pad zaten. Ik was eigenlijk altijd de chauffeur. Regelmatig had ik ook zoiets van, ik moet toch ook eens een pet kopen. Want ik voelde me ook echt de directiechauffeur soms. Een legendarisch moment voor mij in mijn herinnering was dat we een heel lange rit maken door Duitsland. En wat Michel dan vaak deed was slapen. Hij zat naast me, dat wil zeggen hij lag naast me. En ook toen weer, hij had uren liggen slapen. En op een gegeven moment wordt hij wakker
Hij kijkt me zo aan en zegt, gezellig hè? Ik heb toen even moeten stoppen, want er kon het stuur niet echt goed meer. Dat was kenmerkend, Michel. Een ander geweldig moment was, we hadden een hele uitgebreide tour gedaan een festival gedaan in Avignon. In 2000 was dat. Het was heel succesvol geweest, heel stressvol ook. En de laatste dag zaten we in een super luxe hotel, want ja, dat kon je Michel natuurlijk wel toevertrouwen. Comfortabele luxe hotels, daar zaten we in. En hij had een kamer naast mij en ik stond in de badkamer en opeens hoorde ik een gigantische herrie naast me. En echt 30 seconden later wordt er heel hard op mijn deur gebonkt en Michel komt binnen, hij zegt, mag ik even snel? En dan komt binnen met zijn handen vol met wasgoed. Wat was er gebeurd? Michel die had zijn wasje willen doen in de wasbak. En had een uitstaansring in de wasbak. Met als gevolg dat de hele wasbak naar beneden kwam zetten. Snel de was bij mij opgehangen. En natuurlijk daarna ja, die wasbak die is al eens afgevallen. 1000 excuses, fruimand enzovoort. Gelukkig ze zijn nooit in mijn kamer geweest om die was te zien. Maar ja, dat waren typische dingen die wij dan altijd meemaakten. En ja, wat ik het meeste zal gaan missen is onze gesprekken, onze, de vonken die dan oversloegen, het broodje kroket en het balbroodje balgehakt, wat ik regelmatig met hem had. Dus het gaat je goed, Michel.